vanuit een vol El Alcor. Vanuit de Belgen mannen. De sfeer zit er alvast goed in. Ik ben Schuttervos. En samen met collega Jeroen Gutter naast me verzorg ik het commentaar bij deze wedstrijd. We verheugen ons op dit duel. We verwachten echt een mooie wedstrijd. We hebben er zin in, mensen. Help eens weg. Hallo, zie je het? Ja, volgens mij hebben die spelers er ongelooflijk veel zin in. Dus ik reken eigenlijk op een hele leuke wedstrijd. De coach heeft de keuze laten vallen op deze 11 namen. Ze beginnen in een traditionele 4-4-2. Ja, Jeroen, zijn dat gewoon 4 verdedigers, 4 middenvelders, 2 aanvallers? Nou, het hangt er een beetje vanaf hoe het staat, hè. Hier zien we de opstelling van het andere team. Zo, deze trainer houdt van een gokje zo te zien. Een zeer gewaagde tactiek van deze ploeg vandaag. Want ze betreden het veld in een 4-2-4 formatie. Ja, op deze manier is het middenveld natuurlijk wel erg dun bezet. Aftrap, eerste helft. De wedstrijd is begonnen. Carlsson. De bal wordt ingeleverd. Weer balbezit. Larsson. Knap gedaan, hoor. Dat wordt een inworp. Kijk, hier geeft de scheidsrechter alsnog de gele kaart voor die actie. Dat doet hij op zich goed, hè. Hij laat doorspelen, maar hij heeft het wel onthouden en bestraft hem dan in tweede instantie. Opstomen met de bal. We gaan hem tegen. Die bal wordt onderschept. Richting het doel van de tegenstander. Sam Vokes. Zo, dat scheelt niet veel, zeg. Nou, het was een goede beslissing om die bal te plaatsen. Maar helaas plaatste hij net iets te hoog. Hij zette de tackle in. De tegenstander mag ingooien. Dribbelt verder richting doel. Stopt die voorzet af. Hoekschop komt voor. Het leek op een aardige schietpas. De keeper mag nu gewoon een doeltrap nemen. Vervolgt zijn weg naar het doel.
Nee hoor, toch niet. Ze zijn de bal kwijtgeraakt. En nu een inworp. De tegenstander mag ingooien naar die actie. Ja, door zo'n paas raak je de bal kwijt. Hier moet de kans uitkomen. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten. Een paas onderschept hij. Sam Vokes. Zet verder door. Hij moet die volgende pakken. De doelman strekt zich uit tegen. Al naar het midden. Hij werkt de bal net op tijd weg. Ja, die leek erin te gaan. Wat een geweldige verdedigende actie. Magnifiek. En achter, dus opnieuw een hoekschop. Komt de hoekschop in het midden. Moet de bal wegwerken. Larsen. Koekoek, hij is er voorbij. Tegenstander verovert in hun verdedigende linie de bal. Er is denk ik een counter mogelijk. Ze zijn uiterst secuur in de pasen. Mooi samenspel. Nog steeds in aanval. Maak je wat van deze corner, dan pak je de voorsprong. Corner voor het doel gebracht. Ik telde hem al, maar die speler stak er op het allerlaatste moment een stokje voor. Ja, sterk verdedigd. En ze scoren. Ze maken het openingsdoelpunt. Als je zo slordig opruimt, ja, dan leidt dat uiteindelijk natuurlijk tot getoe. Hier zie je de bal niet goed wegwerken. En met alle gevolgen, de trainer die zal daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee zijn. De score is geopend. Het is 1-0. Ze proberen opnieuw een opening in de verdediging te vinden. En weer balbezit na die sterke actie. Ja, dit is het soort overtreding waarvoor je geel kunt krijgen.
voor die actie een gele kaart gegeven. Lijkt me niet onterecht. Goed gedaan. Hij zat er bovenop. Jean-Philippe Mateta. Hij komt met een schot. Ze zijn nog niet uit de problemen daar. Ja, en nu gewoon super pakken. Dat mag ook wel. Na die grandioze actie van zo net. Tja. Ja, die mocht er zijn. Ja, deze keeper heeft het er maar druk mee. En daar krijgen ze een vrije trap voor toegekend. De scheidsrechter waarschuwt die speler nog één keer. Die kan maar beter op zijn tellen passen. Ja, nog één overtreding en dan heeft hij gegarandeerd een kaart. Voorzet weggewerkt. Dit wordt natuurlijk de gelijkmaker. Nou, daar kan hij mee thuiskomen, die keeper. Het lijkt Flipper wel. Dit was een prima redding. Met bovendien die fraaie duik. Hoekschop in het centrum geplaatst. Daar horen we de scheidsrechter fluiten. De rust is aangebroken. De rust is voorbij. Afgetrapt voor de tweede helft. En dan laten ze hem hier zien. Oh, bij de les blijven. Uiteindelijk nog knap opgelost door de tegenstander. Ik ben benieuwd wat de scheidsrechter nu doet. De scheidsrechter laat het bij een waarschuwing. Hé, hey, Jeroen, daar ontsnapt hij echt aan een kaart. Ja. Maar hij moet wel beter gaan uitkijken met dat soort ingrepen, hoor. En dan kan een speler van de bank proberen indruk te maken. Gaat hij de gelijkmaker erin leggen? Dit kan een goal zijn. Ze doen het! Doelpunt! En weer een gelijke stand. Een uitbraak. En door die mooie individuele actie komt hij zo ver dat hij gewoon kan scoren. Deze goal kun je gewoon helemaal op zijn naam zetten. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Ruim baan op de vleugel. Dan gaat naar de eerste paal. Oh ja, zover. De dreiging. De sluitpost hoefde zich nauwelijks in te spannen om te onderscheppen.
mogelijkheden gezocht. Gaat er voorbij. Wordt in de 16 gegeven. En het doelpunt. Ze gaan weer aan de leiding. Niet de waterleiding, nee, de champagneleiding. En eens te meer laten ze je zien hoeveel dreiging je kunt veroorzaken vanaf de vleugel. Want ja, deze voorzet was natuurlijk nauwelijks te verdedigen. Hij draait zich vervolgens richting de bal en zwiept hem vanuit de lucht ineens op het doel. Ja, dan is de keeper kansloos. Hè. Die kan alleen maar toekijken hoe de bal in het net verdwijnt. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Ze hebben de bal weer terug. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Sam Vokes. Er wordt goed overgespeeld. De bal gaat makkelijk rond, hè. Schot! Hij stopt hem! Dus die speler scoort niet nog een keer. Sterk gekiept, hoor. En de coach ziet reden om te wisselen. Bal wordt voor het doel gebracht. Hij werkt de bal net op tijd weg. Ja, die leek erin te gaan. Wat een geweldige verdedigende actie. Magnifiek. Robert kan op zijn plek blijven staan om die bal te pakken. Zit er goed tussen bij die paas. Nog steeds in aanval. Maar ze kunnen het gevaar op tijd keren. We hebben nog 20 minuten te gaan. De counteraanval behoort nu tot de opties. Informamos de que los taxis hoy no se cogerán donde habitualmente, sino en las inmediaciones del Fondo Norte. Bal kwijt. Als niet aankomt. Het is te overzien. Eén doelpunt achter. Maar dan moet er nu wel iets gebeuren. Net overal. Ja, wel een heerlijk schot, hoor. Ja, en goed geplaatst ook, hè. Ja, er zat veel finesse in die poging. Maar uiteindelijk was de inzet net te hoog. Paas gaat naar de andere kant. Is alweer even aan de bal. En deze om het definitief af te maken. Schot tegengehouden door de keeper. Ze hebben de wedstrijd al bijna gewonnen. Maar een doelpunt uit deze corner geeft toch iets meer zekerheid. Hoekschop wordt voorgegeven. De tegenstander werkt hem weg. De bal gaat over de achterlijn. Doeltrap.
een tackle pakt hij de bal af. Komt steeds meer naar voren. Hij schiet hem. Schotrijk. Maar dat schot gaat naast. Niet meer aan de bal na die tackle. 3 minuten extra. Zo hoort het. Dat is hoe je naar de bal getrippeld. Doma. Larsson. In die laatste minuten zullen ze iets aan de achterstand moeten doen. En een schot. We zijn aan het einde van de wedstrijd beland. Ze verliezen hier in eigen huis. Ja, zoveel krachtverschil was er niet. Hè? Het scheelde heus niet zoveel. En dat maakt het misschien wel extra zuur om te verliezen. Ze weten vandaag dus niet te winnen. Maar hij zelf speelde een geweldige wedstrijd. In eerste instantie gaat het natuurlijk altijd om de overwinning. Maar het is toch lekker als je een doelpunt maakt. En het waren er bijna 2, want wat scheelde het, hè, bij die andere kansen.